Kijk nou. Robin is echt al een tijdje niet meer geweest. Haar laatste yogales is 3 weken geleden. Ik ben bang dat we haar kwijtraken. Mensen zonder veel power, hè? Heeft niemand meer zelfdiscipline tegenwoordig? Fitness gaat om ruggengraat, hè? Doorzetten, bitch! Robin! Robbie, je bent er! Ik heb Netflix uitgespeeld. Wat? Ik heb alles gezien. Elke aflevering. Mijn leven is voorbij. Damn, je staat in een binge hole. Welkom terug op aarde, bro. Lieverd, het is heel goed dat je hier bent. Ik geef vanmiddag een lesje Body Spirit Mindfulness. Doe je mee? Jij doet mee. Top. Kelsey komt ook, dus het wordt heel gezellig. En ik ook, dus het wordt echt hartstikke, jongen. Echt. Girls only assies. Waarom zijn al jouw chille lesjes alleen voor chicks? En ik dan? Ik heb toch ook Body Spirits, of niet? Waar is Kelsey eigenlijk? Ze is nog niet ingecheckt, maar staat wel op de lijst. Maar waar is ze dan? Weet ik veel. Foto's maken van de bovenlip of zo. Of de schaamlip. Mm. Maar Kelsey is nooit te laat. Kelsey is altijd te laat. 51% van de sporters arriveert later in de sportschool dan gepland. 0,1% arriveert nooit. Hey, met Kelsey. Ik ben er even niet. Waarschijnlijk aan het squatten met mijn squat. Voor collabs, bel me op 065... Nou ja, je hebt mijn nummer natuurlijk al, want je belt me. Joejoe! Jezus. Kelsey neemt nog steeds niet op. Waar is ze? Ja, ze heeft ze verslapen. We gaan nu naar de Warrior. Rechterbeen naar voren, hielen stevig in de aarde. Heel mooi, dames. Kelsey die zou zich nooit verslapen. Dat was helemaal niet bij haar profiel. Ze zou yoga nooit skippen. Daarbij, ze heeft geen post geplaatst, geen story, helemaal niks. Robin, lieverd, ja. Kan je misschien heel even offline gaan? Heel even in de vliegtuigstand? De vliegtuigstand! We doen onze armen zo wijd mogelijk. En we gaan een bocht maken. Ze is niet meer online geweest sinds 00:11. 11. Als in 11, als in fucking Stranger Things. Snap je het niet? Straks zit ze in een andere dimensie. Robin. Wat? Sst. Ze zit in een upside-down X-sferetje. Alleen, alsof het je laatste dag is, alleen. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Wanneer heb je Kelsey Baldaas gezien? Waar was je vannacht? En tot hoe laat? En met wie? En kan iemand dat bevestigen? En zo ja, wie? Wil je antwoorden of wil je zoveel mogelijk vragen stellen? Waar was jij vannacht? Hier toch, Baldaas bij de deur. Heb je nog verdachte dingen gezien? Ja, natuurlijk. Wat? Sorry Hubert, hè. Die liep helemaal slap van de keten. Ik zweer het. Een verhaal over minions en shit, maar ik moet dat helemaal niet doen. Fucking hell! Oh my god, Zijn! Ja toch? Kut, Kelsey, was Kelsey er? Ja, Kelsey was er, ja. Vertel, wat deed ze? Ze kwam bij de deur en toen zei ik goedenavond, mooie dame. Toen zei ze, ga je weg, Aziz? Maar ik dacht dat ze dus zei, ik wil met je naar bed, Aziz. Dus toen zei ik van, ja, gezellig, ik wacht hier op je. Maar ik ben dus naar huis gegaan en een beetje mijn pik lopen trekken. Kut. Ik heb al 20 keer gebeld. Ze neemt niet op. Ze is sinds 00:11 niet meer online. 00:11? Ja. 11 als in 11? Ja. Als in 9-11? Ja. Ze is niet meer genoemd door Illuminati. Ze gaan haar ombouwen tot de Antichrist. Of ze is in een zwart gat gezogen toen ze van de aardbodem afviel. Ik zweer het. De ronde aarde is een hoax. Kan toch helemaal niet, hè? De grond is toch recht, of niet? Op een fitnessbal kan je ook niet staan. Maar op een plank wel. Robin. Ah! Wat doen jullie? Flat Earth Convention? Ze is echt nergens. Ik heb haar 40 keer gebeld. Ze neemt niet op. Ze is al de hele dag niet online geweest. Ze is gewoon poef weg. En nu? Bel gewoon nog eens. Kelsey, waar ben je nou? Waar was je om 00:11 en met wie? Het is niet de bedoeling dat we die kluisjes als beauty cases gaan gebruiken, hè? Is dit hem? Ja. Daar is het helemaal niet oké. Ik voel het aan mijn trilhaartjes. Iemand heeft er iets aangedaan, maar wie? Gio is er ook al de hele dag niet. Wat? Gio. Ik wist dat er meer in hem zat. Dat het niet zomaar een empty shell is. Maar een psycho. Ja, meestal zie je dat niet aan de buitenkant, hoor. Mijn man bijvoorbeeld. Niks te zien. Hij heeft haar vermoord, hè? But why? Jaloezie. Het is jaloezie. Altijd. Zij heeft me volgers, dus nu ligt ze in een container in haakjes. Ja, of zelfmoord. Tegen hun families.
Romeo en Julia, zo romantisch. Een motief en geen alibi. Dit moet het zijn. Ja. Nu alleen nog het lijk en een moordwapen. Ik zei het toch? Een container. Clico. Fucking Gio. Ik dacht dat hij mijn bro was. Maar dit gaat echt te ver. Oh my god, dat is hem. Nee, man, hou hem 30 seconden aan de praat. We kunnen hem traceren. Waar ben je, klootzak? Wat heb je met haar gedaan? Heb je losgehaald? Waar is Kelsey? Hi, Indy. Hey, dit is Kel. Hoor je mij? Wat? Wat? Ja, Kom. Dit is mijn nieuwe nummer. Wacht, oh, ik zie jullie. Leuk, hi. Hi. Klus. Hi. Gezellig. Ja, ik ben gisteren dus uit geweest en ik had een paar te veel spa-wodka. Mijn hele avond is één groot zwart gat. Ik zei het toch, zwart gat. Nou ja, ik ben dus in ieder geval mijn telefoon kwijt. Ik denk dat die gestolen is, dus ik terug de stad in. Heb ik weer geen iCloud, backup, storage, weet ik het allemaal. Kan niet zinken. Nou ja, de hele dag niet op Instagram geweest, hè. Mijn volgers denken nou dat ik dood ben. Je volgers? Je vriendinnen zul je bedoelen. Doe nou niet zo gek. Als ik doodga, dan laat ik dat van tevoren gewoon even weten, hoor. Jo. Ah! Is dat mijn telefoon? Ja. Oh, wat fijn. Is het toch nog goed gekomen, hè, jongens? We maken even een selfie, dat is leuk. Toch? Ja. Even comeback from the dead, jongens. Cheers, hè? 3, 2, 1. Comeback from the dead. Ja. Oké, jongens. Ik ben zo blij dat je terug bent. Dat is zo vreselijk kan aflopen. We dachten echt dat Gio jou in stukjes had gehakt. Oh my god. Zo nou weer Gio. Gio of all people. Ja. Ja. Oh, Gio. Waar is Gio? Oh my god. Oh my god! Gio! Nee! Heeft iemand mijn pootjes zeker zien? Hey! Wat? Het is een beetje dramatisch! Gio.